staan bij de tunnelmond van de Vlaken Tunnel. Ingang van eigenlijk, dit is de uitgang, aan de andere kant is de ingang in Zeeland bij Goes. Eerste tunnel volledig met LED verlicht. En ze hebben niks in de gaten, automobilisten. Rijden er gewoon maar doorheen. Ja, is alsof fantastisch. Alsof er niks speciaals is. Ja, dat is eigenlijk wat we willen. Het is, je moet er eigenlijk niks van merken. Jeroen is trouwens Jeroen van der Vlucht. En hij werkt als product manager bij Indal, een bedrijf in Capelle aan de IJssel. En zij hebben de armaturen en de lampen geleverd voor in de tunnel. Dat is feitelijk het hart van de armatuur. Printplaatje met hele kleine ledjes erop. Nou, dat ging even te laten zien, een kleine ledje. Dat is het lampje. Nou, eigenlijk het gele vlakje wat je in dat bolletje ziet, dat is de led. Eens even kijken hoor. En het bolletje wat er overheen zit, dat heet een dome. En die maakt dat het een beetje beschermd is en dat het al een beetje een lichtverdeling heeft. En daar zetten we dus van dit soort lensjes overheen. En die zorgen dat het dit lichtpuntje de lichtverdeling krijgt zoals we die nodig hebben. Om het is een soort trechtertje, maar dan in omgekeerde vorm die het licht een bepaalde kant op stuurt. Ja, door reflectie en door afbuiging, lenstechniek, kun je een hele goede lichtverdeling mee maken. En feitelijk wat de kern van het concept is, dat we allemaal puntbronnetjes hebben. Die zeg maar lichttechnisch heel goed te gebruiken zijn. Hoe kleiner je lichtbron is, hoe mooier je optieken kan bouwen. Nou, dat is in feite wat je hier ziet. En door die kleine lichteenheden zo te plaatsen in rijen, simuleren we eigenlijk een lijn van verlichting. Als je door de tunnel rijdt, zul je het ook niet herkennen als allemaal onafhankelijke puntjes. Het ziet er veel meer als een lijn uit. En dat geeft eigenlijk het comfort. Wat is nou echt de innovatie hier? De toepassing van de LED, zeg maar op een manier dat die energie technisch en qua levensduur goed te gebruiken is in dit soort applicaties. De eigenschappen van de LED, zeg maar het kunnen dimmen en het instant kunnen inschakelen. Daarmee kun je een heel ander regelsysteem opbouwen en dat hebben we ook bij de Vlaken Tunnel gedaan. Ja. Dus het is niet alleen een nieuw product, het is eigenlijk een heel nieuw systeem. Als zoals vandaag, bewolkte dag, dan staat de ingangsverlichting denk ik op een 30%. En als het heel zonnig weer is, dan zal die naar 100% toeschakelen. En dat wordt geregeld met een soort lichtmeter, die staat op ongeveer 150 meter voor de ingang van de tunnel. En die meet feitelijk de helderheid van de tunnelmond. En op basis van die helderheid stelt hij het niveau van de verlichting in de tunnel in. Ah, daar is hij dan, hè? Ja, we rijden nu de ingang van de eerste buis in. Aan de linkerkant zie je de ingangsverlichting. En de rechtse lijn is de doorgaande lijnverlichting, dat is de interieurverlichting. Je ziet hier de rechterlijn afbouwen, dat is zeg maar de adaptatie van de verlichting naar de ooggevoelige hand. En dat was hem dan alweer. Ja, nou wat vond je ervan? Mag ik nog een keer? Ik weet het nog niet. Nee, ja, gewoon, ik weet niet, het is gewoon lekker licht en fris. Ik vind het wel fris. Ja. Ik denk ook dat dat het meest gehoorde commentaar is op dit type verlichting. Eigenlijk iedereen wel enthousiast is over de kleur van de verlichting. Het koele witte licht geeft een hele frisse en heldere indruk. Je ziet, we zitten nu met de LED's op een efficiëntieniveau gelijkwaardig aan de meest efficiënte lampen. Dus zeg maar een Sontay 400 watt, dat is zeg maar in dit soort applicaties de meest efficiënte lamp die je kan gebruiken. Op dat niveau zit de LED nu al, maar er zit nog veel meer potentie in. Dus ik denk binnen een jaar of 3, 4, 5 heb je misschien 40-50% efficiënter lichtbron te pakken.
Dus daar zit gewoon de toekomst. In Nederland dan een volgende aanvraag voor een tunnel die jullie zouden kunnen verlichten met LED? Er zijn behoorlijk wat tunnels staan op stapel om of gerenoveerd te worden of nieuw gebouwd te worden. Dan praat ik over het Koentunnelproject, A2 bij Maastricht, Bunsluis-Kil, A4 bij Delft. Maar ook renovatieprojecten, zoals de Heijnen-Noordtunnel, de Piet Heijntunnel. Maar bij al die projecten zie je dat er heel serieus gekeken wordt in hoeverre LED-verlichting en een bepaalde vorm van LED-verlichting interessant is om daar toe te passen.